Corona leidt in onze organisatie tot veel overwerkuren onder vaste werknemers. Moet ik straks met terugwerkende kracht de hogere WW-premie gaan betalen voor deze vaste werknemers, omdat ze in 2020 meer dan 30% hebben overgewerkt? Wat zou jij daarop antwoorden, Lisbeth? Dag Tini, hi. Sinds 1 januari betalen werkgevers als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de WAP, een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. En in het verlengde daarvan moeten werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Dus waar meer dan 30% meer aan salaris is betaald. Door het coronavirus leidt deze bepaling nou inderdaad wel eens tot onbedoelde effecten, vooral in sectoren waar extra overwerk nodig is. En dan denk ik met name bijvoorbeeld aan de zorg. Om die onbedoelde effecten nou weg te nemen, heeft het kabinet besloten dat geen enkele werkgever over het kalenderjaar 2020 de WW-premie op grond van overwerk hoeft te herzien. Die herzieningssituatie die zal pas weer vanaf januari 2021 in werking treden. Dus nee, een werkgever hoeft straks niet met terugwerkende kracht een hogere WW-premie te betalen.